De Lambertuskerk in Raamsdonk, met handgemaakte regenpijpen die er zo uitzien. Op 7 plaatsen aan de noordkant van de kerk werden delen van regenpijpen meegenomen. En dat zorgde voor veel schade aan de pas gerestaureerde kerk. Het moet zo snel mogelijk moet dat dus opgeknapt worden. Want anders dan gaat dat water door die dikke muren naar binnen. En dan gaat aan de binnenkant van de kerk, die helemaal wit is, wordt het stukwerk aangetast daardoor. En we verwachten binnenkort vorst. En dan lopen we de kans dat dus de stenen die er dus in het oude gebouw zitten, dat die eruit springen en kapot gaan. Omdat steeds minder mensen de kerk bezoeken, wordt de kerk alleen nog maar commercieel gebruikt. Er moeten steeds meer kerken moeten er dus gesloopt worden in Nederland of andere bestemmingen krijgen. Nou, hier is dat goed gelukt. Maar ja, als dat dit soort grappen uitgehaald worden, dan is daar niet tegen op te werken, ondanks het feit dat we uitsluitend met vrijwilligers hier werken. En dan is het toch wel een hele trieste aangelegenheid. De opbrengst voor de dieven is misschien laag, de schade voor de kerk is flink, ruim 3000 euro. Hoe de Stichting Lambertuskerk dit gaat betalen is nog niet bekend. Ze zijn aan het onderzoeken of de verzekering de schade dekt.